En vandaag ben ik zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Zo is eindigen we een keertje wat anders. Dimmy! Hallo! Het is vandaag zover de 10e aflevering. Hey! En heb jij al bordjes? Oh ja, die zou ik de vorige aflevering gisteren voor jou zoeken. Hier. Zo, hoppakee. Hoe maak je die? Wat is het recept? Het recept? Even koken. Dat vind ik altijd zo raar klinken, hè? Het recept. 6 blokken boven en dan 1 stokje eronder. Oké. Betreden op eigen risico. Zo, is dat gelijk naar die andere? Oh, toegang op eigen risico, betreden ja. Op eigen risico. Dit is ook de laatste Minecraft survival van het jaar, hè? Precies. Even kijken hoor, op eigen... Ja, volgende week zitten we alweer in het nieuwe jaar, 2015. Ja, vandaag is het echt een kwestie... Oh, dit klopt natuurlijk niet. Vandaag is het echt een kwestie... Oh. Vandaag is de kwestie van alles afmaken. Je bordjes verzuipen. Ja, dat maakt niet uit. Op eigen risico, zo. Toegang op eigen risico, perfect. Ik moet zeggen, ik vind het er mooi uitzien. Wij moeten nog misschien iets aan de kelder maken. En de kelder die ziet er tot nu toe zo uit. Ik vind die gevangenissen nog niet helemaal mooi, eerlijk gezegd. Nee. Beetje, ja, ik denk dat we nog iets met stenen moeten doen. Maar zo is het wel echt wel heel erg eentonig. Hoe gaan we dat dus doen? Ik denk dat we dit gewoon best eens eventjes zo kunnen slopen. Ik denk als we dit gedaan hebben, dan gaan we maar eens een grote rondleiding doen op het, aan de kijkers. Van hoe ons kasteel eruit ziet. We hebben er 10 afleveringen over gedaan. En dan heet jij nou ook een leuk project. Laat het gewoon even weten in de reacties. Hè. Dan gaan wij het misschien wel namaken. En dan lijkt dat... Dan hebben wij weer de volgende keer iets te doen. Zo, even kijken. Ik denk dat we het dan best iets van... We kunnen wel eens... We kunnen ook een groot schip maken een keer. Ja, dat hebben we al eens een keer gedaan. Dat is niet zo'n succes geworden. Nee. Even kijken. Zo, die nog eventjes. Die... Met die vlaggenmast ging niet helemaal goed. En dat was ook een beetje vierkant. Ik vind dat altijd zo knap, van die mensen die echt in Minecraft echte effecten kunnen krijgen. Ja, je snapt wat ik bedoel. Ja, een diepte. Ja. Even kijken. Dat lukt mij niet, hoor. Zoiets denk ik dan, of niet? Ja, toch? Prima. Lekker klein, moeten ze maar gedragen. En we kunnen er in principe nog wel eentje naast doen hier. Dat is ook wel lachen. Kijk, dat doen we gewoon zo. En dat doen maar we wat, hier. Wat, zo, kom niet aan mijn woorden. Wat wordt dit dan? Ook een gevangenis. Gevangenis? Ja? Heb je alleen ruimte om te staan? Tuurlijk, dan moet je maar gedragen. Kijk, hoe beter je gedraagt, hoe verder je naar boven mag. Je begint hier. Hier kan je nog, hier kan je nog bewegen. Hier kan je nog bukken. Mooi toch? Dan moet je maar gedragen. Ja, toch? Kijk, even kijken. Dit wordt dan... Wij geven geen PlayStation als je je gedraagt, maar een grotere ruimte. Precies. Je begint met een gevangenis waar je alleen kan staan. Daarna mag je bukken. Daarna mag je liggen. En daarna krijg je een bed. En dan moet je er gewoon eruit. En elke keer als je het verkloot, of verprut, sorry, dan kan je weer overnieuw beginnen. Maar ik denk als we zo meteen dit af hebben, dan kunnen we wel beginnen aan de rondleiding. Zit je nou in de kleinste gevangenis en je misdraag je, dan gooien we je in de lava. Dan voeren we je aan de honden. Ja, dat is wel echt zo zou het moeten zijn, hè? Ja, toch? Oh, zo. Stukken beter.
Even kijken, hier heb je nog een stukje, een plekje om te chillen. En dit is echt, dit is de, ja, wat voor gevangenis is dit dan? Hier word je opgegeten door die beest als je dus een steen sloopt. Oh ja. Dat, niet zulke goede ervaringen mee, om maar zo te zeggen. Hier waren we aan het hakken en toen, ja, laten we het daar maar niet meer over hebben. Nee, precies. Was niet zo leuk. Nee. Even kijken. Dan kijk je maar gewoon de eerste aflevering terug, of de tweede. Precies. Ik weet niet eens meer, joh. Zo, zo lang geleden. Laat even weten in de reacties wat we moeten bouwen, de volgende aflevering. En dan denk ik, Dimi, dat die af is. Ik denk het ook. Ik denk dat we misschien nog heel eventjes hier eromheen de aarde nog heel eventjes iets beter moeten doen. Dat we een beetje meer aarde hebben. Dat ietsjes netter is, want dit ziet er natuurlijk net niet mooi uit. Kijk, dat een beetje... Maar hoe maak je zeg maar dat het gras komt, dat de gras overeen komt? Snap je wat ik bedoel? Ga vanzelf. Oh, echt? Ja. Oh, ik dacht dat je dat voor zaad voor moest strooien. Oké, nou, zo. Kijk maar, hier wordt het al groen. Oh ja, ja, ja. Hey, we missen nog iets. Wat? We zouden nog naar die andere kant gaan. Oh ja. Dat kunnen we nog even heel snel doen. Oh ja. Oh, oh ja, dat moeten we ook nog doen. En de zijkant hier is toch open? Wat? De zijkant is hier nog open. Als jij nou heel snel begint om naar de andere kant te gaan, dan maak ik hier die zijkant nog even af. Goh, dan gaan we, zouden we toch bijna vergeten, joh. Ja, denken we dat we klaar zijn, kunnen we dat nog doen. Begin jij er even snel aan? Dat moet vandaag afkomen, hè? Dat moet vandaag afkomen, daar gaan we gewoon voor. Even kijken. Hoe kom ik daar boven? Dat we moeten nog even mee opschieten. Ik denk in het midden. Dan snel een brug maken. Ja, dat was het eigenlijk meer, hè? Ja. En dan kunnen we eigenlijk misschien nog buiten de uitzending om. Misschien dat we nog die brug ietsjes mooier nog kunnen maken of zo. Maar ja, gewoon een brug nu maken, dat is wel voldoende, toch? Ja, denk het ook wel. Zo, oké. Okay. Gaan wij hier naartoe? En dan vanaf de middelste verdieping. Ik neem de trap in de toren, kom ik er niet meer uit. En dan vanaf de middelste verdieping? Ja. Beetje in het midden, toch? Ja, dat zie je toch? Slaan we het hier open. Inrammen. Hopseke. Oh. Ja. Yeah. Maar we hoeven niet alles te doen, toch? Nee, dat maken we zo wel. Oké, ga jij maar vast, dan maak ik het hier wel. Zo, prima. Oh. Doe jij anders die andere kant? Andere kant? Eén kant is... Oh, vanaf dat... Oh, zo! Ja, 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 is goed. Oh, jij gaat maar verder. Wat ik wel heel knap vind. Oh! Tjonge, jonge, 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 jonge. Gaan door. Wat naar beneden. We gaan door, we moeten nog zo meteen het kasteel showen aan jullie. Oh, dat rotwerk en dan nog in de regen. Kun je niet eventjes laten zorgen dat de zon schijnt? Nee, dat kan ik niet. Oh, dat kan ik wel. Gewoon zeggen, ga schijnen zon. Hier even een raampje in tikken. Maar ken het maar, ik ga eventjes hier zorgen dat er een paal staat. Want dit is wel heel onrealistisch. Hè? Dan hebben we zeg maar gewoon een ding en dan staat hij nergens op gesteund. Dus dan moeten we even een paal maken. Dat hij ook ergens op leunt. Zo.
Even kijken hoor, volgens mij was dat nog niet heel. Ja hoor, ik ben binnen. Ja? Oké, nou ik Ja, moet nog misschien nog even. een deurtje maken hier. Ik moet nog heel eventjes dat er een. Dat hij op palen leunt, weet je, anders is het zo onrealistisch. Oh, er zweeft opeens een brug. Ik heb even snel een deurtje gemaakt, kijk. Oh ja, mooi. Nou, dan gaan we hier nog heel even dat van die palen maken. Zo, hopsik. Oh, ik ben dood! Ik zag je vallen. Nou, ik heb gelukkig nog al mijn spullen. Oh, ik zat eraan te denken toen ik ging. Ik dacht, oh ja. Nou, ik ga nog heel eventjes snel. Oh, ik ga ook. Ik ga heel even snel de palen nog zetten. En dan gaan we een rondleiding doen. En dan kunnen wij officieel zeggen dat Dat het. kasteel af is. Hey, die rand is wel mooi nog. Kun je dat niet even afmaken nog? Ja, daar ben ik mee bezig, maar toen viel ik. Jammer. Nou, mooi. Hier moest ik naar beneden vallen. Zo. En dan. Zo. Kijken, dus ik even. Ah, ik kan nog een keer vallen. Zo, 1, 2. Hoppakee. Zo, en maak je het nou dicht? Ja. Ja, sorry, ik wist niet dat open moest blijven. Ja, ik heb een hele aparte manier van werken. Maak nou maar open. Oh, hij is open. Mooi. Zo. Nou, mooi toch? Heb je nog van die stenen nodig? Nee, heb ik genoeg? Nog 26, moet wel lukken, toch? Denk het ook wel, ja. Nou, dan kunnen we natuurlijk eventjes hier kijken. Nou, we gaan zo meteen een hele rondleiding doen. En ik wil toch nog even kijken hoe die palen eruit zien. Maar dan moet ik nou niet gaan vallen. Wacht, ik neem even een gouden appel. Dan kan ik weer vallen. Oh. Zo, nou gaan we even kijken hoe die palen erbij staan. En die staan er toch hartstikke mooi bij, al zeg ik het zelf. Nou, we wachten even op Dimi, die het laatste stuk aan het afmaken is. Ik moet zeggen, die trap die maakt het toch wel af. Ja, toch? Die brug, ja. Ik sta aan het begin. Als jij klaar bent, als jij daar dan ook naartoe komt, dan gaan wij samen eens eventjes kijken. Ja, wat we eigenlijk de laatste afgelopen weken eigenlijk gemaakt hebben. Oh, ja, kunnen we? Ja. Ik snap, ik vind het alleen maar heel knap dat. Of hebben we dit niet dicht gemaakt hier? Het is alleen nog een beetje. Misschien kunnen we dat nog heel even zo. Oh, sloeg ik jou? Hey. Prima. Wel mooi voor de buitenkant, hè? Ja, precies. Een Of beetje. gaat om je kasteel heen. Ja, dat ziet er ook niet uit, natuurlijk. Zo. Nou, ik denk dat we wel. Oh, dit gat is ook zo lelijk, hè? Hier nog. Kunnen die beesten er alsnog uitkomen? Ja, dat bedoel ik. Dan moeten we dit nog even dichtmaken en dan. Dan kunnen we eindelijk. Eindelijk. Zeggen dat het af is. Precies. Want het uiterlijk dat telt ook wel een beetje. Dus niet alleen maar Minecraft. Even kijken. Zo. Zo, zo, zo. Zo. Ja, toch? Ja, toch? Ik heb alleen geen aarde meer, joh. Jongen, jongen. Hier. Oh. Zo, nou, even kijken hoor. Mag het gras lekker groeien? Laat er geen gras over groeien in ieder geval.
Dit nog dichtmaken, hier. Als jij dat nog even doet, dan doe ik nog even die. Oh, die crafting table. Gooi even een crafting table binnen bij die kachel. Oh, wacht. Die is beneden, kachel, of niet? Kachel. Ja, die oven. Je hebt de begaande grond. Oh, dan is die opeens in de fik gevlogen, denk ik. Oh nee, die kachel heb ik weggehaakt. Oh, nou, oké. Ja, ik dacht dat je het over die open haard had. We gaan. Dit is het kasteel, dit is het begin. Ja. En mooi toch? Ja, ik moet zeggen, het is mooi geworden. Lekker Nederlands. Lekker Nederlands. En we beginnen met een kijkje te nemen. Hier hebben wij toegang op eigen risico, hele mooie bordjes. Hier heb je, ja, vraag me niet wat het is, maar je kan hier naar boven. En ik denk dat het wel lach is. Ik ga die andere kant dan even naar boven. Helemaal naar het dak. En dan zien we elkaar daar zo meteen weer in het dak. Oh, komen we hier uit? Ja, daar komen we uit. Ja, normaal moet je daar natuurlijk niet overheen stappen. Nee, nou, dan gaan wij één verdieping naar beneden. Dan komen wij op de eerste verdieping uit. Nou, en als je er nog een keer uitkomt, dan kom je weer op de gevangenis uit. We moeten de kelder zo natuurlijk ook nog even laten zien. En als we dan hier naartoe gaan, dan kan jij helemaal doorlopen van het kasteel. En heb jij de sleutel van de deur? Ja. Mooi. En dan komen we. Je mag het kasteel zelf ook bewonderen. Precies. Link staat in de beschrijving. IP staat in de beschrijving. En ja. Jij zegt altijd link, maar het is een IP. Ja, maar het is toch een link van de site in principe? Nee, want het is een. Hoe heet dat? Want wij hebben geen link van de site. Wij hebben gewoon een safe, allemaal safes. Oh, nou, oké, we gaan dit nog moeten even. Moeten we nog een keer aanpassen, maar dat komt nog. Dit is de kelder. En dan beëindigen wij deze aflevering, de 10e aflevering alweer. En ja. Ik moet zeggen, we mogen toch best wel trots zijn op ons noepkunstwerk. Ja. Wil je het bewonderen? Zie de dingen, de server-URL. Server-IP. Ja, server-IP. Gaat het helemaal goed komen? In de videobeschrijving. In de videobeschrijving. Vergeet niet te abonneren. Duimpje omhoog. Zijn we volgend jaar weer bij jullie terug met een nieuwe Minecraft Survival. Volgend jaar? Oh ja! Ja, volgend jaar. Ja, dat gaat echt snel altijd, hè? Ja. Er komen nog wel video's online maandag natuurlijk. Maar geen Minecraft dit jaar meer. Nee, jammer. Ja. Doei! Doei!